Workout 27. 27A. En 27B. En de uitleg ervan. Oké, we gaan beginnen vandaag met een wrist stretch. Dus een pols stretch. Hij kan op deze manier. Hou je een minuutje vast. Ook de andere kant. Een minuutje vasthouden. Daarna ga je 6 rondjes doen van line hops. 40 seconden werken. 20 seconden rust. Zodat je voor jezelf met stoepkrijt bijvoorbeeld een lijntje op de vloer zet. Of je pakt een stok of een takje. Dit is je lijn. En je gaat er continu overheen springen voor 40 seconden. Daarna heb je 20 seconden rust. Dat doe je voor 6 rondjes. Daarna krijg je 2 rondjes van 20 leg swings. Leg swing. Pak een lantaarnpaal los op de boom. Beweeg van rechts naar links. Hoe warmer je bent, hoe hoger je been omhoog komt. Ja? 20 rechts, 20 links. En je sluit het af met een 100 meter run. Dat doe je 2 rondjes. Vervolgens ga je door met de workout. De workout gaat 7 rondjes zijn voor 200 meter rennen. En na die 200 meter rennen komt een 1 minuut wall sit. Dus een stukje muur vinden of een paal, een boompje. Zodat je knie en je heup 90 graden zijn. Dan ga je vasthouden voor 60 seconden. Je kunt eventueel met een object doen. Of de hond. Bobby. Pushy. Jump. Jump up. Jump up. Jump. Goed zo. Zo. Zo wordt het natuurlijk een stuk zwaarder. Houd het vast. Kan ook een rugzak natuurlijk opleggen. Of je pakt een plaat. Wat je ook kan doen als je zegt de wall sit is voor mij een te makkelijke optie. Dan kun je in de pike rond gaan staan. Dus eigenlijk push-up positie met lopen met naar voren. En je schouders die komen over je handen heen. In de pike positie. Ook 60 seconden. Denk je, zelfs de pike positie is voor mij makkelijk. Dan ga ik de handstand hold doen. Alles moet per se 60 seconden. Ja, dus je telt jezelf voor jezelf tot 60. Haal je het niet en je haalt bijvoorbeeld maar 35 seconden. Dan krijg je voor de resterende tijd moet je burpees gaan doen. Na 1 complete ronde pak je rust, plus minus 3 minuutjes. Haal je voor 7 rondjes. Een extraatje kan zijn, is dat je 3 minuten nog een plank, side plank, dus de plank van de zijkant doet. Ja, voor zowel rechts als links. Dat is het extraatje van vandaag. Dan gaan we door naar 27A en 27B. Die workouts hebben dezelfde warming-up. Dus een run van 800 meter. Daarna krijg je 10 lunges en reach. Dus het lijkt een beetje op de Spider-Man step. Je stapt naar voren. Reach omhoog. Stap terug. Stap naar voren. Reach omhoog. Je kunt eventueel ook op je plek stoppen. En indraaien. Ja, dat doe je. 10 stuks. Daarna 10 push-ups. Daarna 5 inchworms. De inchworm was met gestrekte benen. Naar voren lopen met je handen. Je voeten volgen je handen. Dan voeten weer achteruit. En dan je handen weer naar je toe. Als je dat gedaan hebt, krijg je de workout voor tijd. De workout voor tijd is vandaag heel erg pittig. Voor A is het dat je een kettlebell pakt. In de frontrekpositie. Zo. En dan ga je een walking lunge maken. Wat je doet is 200 meter walking lunges. Voor jullie instelling. Jullie weten dat het crossfit rek bij ons minimaal 7,5 meter is. Dan kun je begrijpen dat 200 meter best ver is. Ja? 200 meter walking lunges. Daarna krijg je 100 burpees. En daarna sluit je weer af met 200 walking lunges. Je doet het met een kettlebell. Of met een barbell. Ja? Op deze manier. Of in frontrekpositie. Waar je zelf wil. Yes? RX gewicht is voor de vrouwen met de kettlebell 16 kilo. Voor de mannen 24 kilo. Met een barbell is dat 25 kilo voor de vrouwen en 40 kilo voor de mannen. Als extraatje kun je afsluiten nog, als je nog energie over hebt, met de Good Morning, met de barbell, medicine ball
of met de kettlebell. In het vorige filmpje heb ik de Good Morning al laten zien met een barbell. Je kunt ook met de kettlebell of medicine ball op deze manier een Good Morning doen. Ja? Dan sluit je af nog van 15 herhalingen voor 3 sets. Zodat je na de workout goed stretcht. Vooral je billen, want die zullen de volgende dag klaar zijn. Ja, dus denk aan de pitch and pose, squat hold, hamstring stretches. Op je rug liggen, knie naar je borst halen, etc. Heel veel succes en hopelijk tot snel!